Oh god, het gaat echt gebeuren. Ik ga mijn ticket naar India boeken. Oké, 24 september. Ik vlieg trouwens naar Kochi, want ik zag dat het zoveel goedkoper is dan naar Delhi vliegen. Dat is echt 1/3 van de prijs. Logisch ook, want het is veel dichterbij. Oh nee, ik wil eigenlijk echt niet 's avonds aankomen. Ik vind het heel eng. Ik ga kijken of ik een andere vlucht kan vinden. Jup, volgende dag kom je heel vroeg aan. En dat heb ik echt liever dan die late tijdstippen. In India moet je gewoon niet zo laat over straat. En ik vind het zeker eng als ik gewoon voor het eerst land. Dus we gaan deze doen en dan land ik om 7:30. En dan kan je waarschijnlijk om 9 uur op pad. En dat is op zich wel prima. Oké, Air Asia. Mobiele site. Ik ga hem even op mijn laptop boeken, want die site van Air Asia is echt een van de meest wacko jack-off vliegmaatschappij sites die ik ooit heb gezien. Kijk hier, ik heb echt 3 keer op Next gedrukt en er gebeurt gewoon helemaal niks. Oh my god, daar gaat hij dan hoor. Vliegt dus 1 dag later, zodat ik een chillere vluchttijd heb. Gaat hij doen? Gaat hij doen? Oh my god, we gaan echt naar India. Ik ga meteen even verblijf boeken en regelen dat ze hem komen ophalen van het vliegveld. Oké, okay, ik heb deze geboekt, de Emmanuel Homestay. Er stonden hele goede reviews over op Booking, maar ook op TripAdvisor. Ik check tegenwoordig meerdere sites op de reviews. Ik betaal hier iets meer dan 6 euro per nacht voor, maar dan heb ik wel gewoon mijn eigen badkamer en eigen kamer en alles. Dus dat vind ik voor een eerste dag in een land vind ik wel gewoon heel belangrijk. Ik wil de Malaysian snack tasting video opnemen. En dit is een perfecte plek daarvoor, want je hebt een mooi raam. Niet te veel gedoe op de achtergrond en zo. Maar wat gebeurt er dan? Daar ben je helemaal geen controle over. Er staat gezellig een bus voor het raam te brommen. En serieus, dit is een van de moeilijkste dingen van video's opnemen op reis. Licht en geluid. En dan vind ik geluid nog het allermoeilijkste. Want er is altijd iets op de achtergrond wat lag te brommen, te piepen. Er lopen mensen langs en zo. Maar dit gaat lukken. Dit gaat lukken. Weet je wat het ook is? Ik kan ook echt niet wachten om die snacks te proeven. Dus ik zit echt zo, ga weg, ga weg. Ik wil die snacks proeven. Jee, ik was al helemaal klaar met wachten. En die bus die ging echt net weg. Awesome, kom we gaan mijn lijst snacks proeven. Oké, dit zijn de snacks die ik heb gehouden. De doperwten. Ja, flips, om het zo maar te zeggen. Zure tumtummies. Spirulina tukjes of zo. Tiger whisky, deze is zo freaking lekker. En de pudding jelly stick. Wow, wat is hier aan de hand? Nu snap ik waarom die bus vast stond. Kijk nou, er staat echt een hele rij auto's. Staat hier helemaal vast, tot daarachter. Het is zaterdag, dus I don't know, misschien een of andere dienst of zo. Dat iedereen naar tempels gaat en dat soort dingen. Geen idee, kijk hoe ze hier geparkeerd hebben. bammer, Food Paradise is dicht. Oké, nou ik heb al een ander lekker restaurant gezien, we gaan daar wel eten. Dit eten, I just can't. Ik wil alles, die gasten was zo aan het vertellen en ik zeg, ja maar, ik wil alles. Het is zo lekker. Oké, ik heb nu genomen een veggie roll thosai. Ik zag de hele tijd deze mooie pannenkoek en ik dacht, yeah, nu ga ik hem eindelijk uitproberen. En ik heb een chapati egg roll heb ik besteld. En ik wil eigenlijk nog meer, maar ik ga eerst even dit eten en kijken of ik vol zit. Want mijn ogen zijn altijd zoveel groter dan mijn maag. En ik heb een lassi pineapple besteld. Dus een ananas lassi heb ik ook nog nooit gehad. En het eten is zo lekker. Kijk nou. Zo juicy. Aardappel. Oh, en freaking G. Is maar goed dat ik maar 2 gerechten heb besteld. Want dit is gigantisch. Oké, dit is mijn hand ernaast. Zie hoe groot het is. Dat is echt huge. En de tweede. Ja, ik weet vrij zeker dat ik na deze 2 gerechten propvol zit. Really? I will try those too. Wow. Nee, ik kon echt niet meer op. Maar ik heb wel nog een curry puff meegenomen. En nog zo'n linse patty-achtig iets. Yup, this happened. Alle zure tumtummy snoepjes zijn op. Ik vond ze zo lekker. Echt, het regent echt heel hard. Maar ja, lekker eten roept me. En ik heb een paraplu, dus ik ga toch maar op stap. Oeh, gehaald. Maar kijk hoe hard het regent, joh. Hier, een heel stroompje. Ik weet niet of ik het goed kan zien. Kijk daar. Hier zo. Het is echt insane. Ik heb Vietnamese lumpia's besteld. En helaas kom ik er nu pas achter dat er kip in zit. Ik denk dat ik maar een uitzondering ga maken. Want ik heb het nu al besteld. Maar ja, nou ja, het is wat het is.
Het ziet er wel heel lekker uit. Deze lumpia's zijn insane. Ik heb nog nooit zulke lekkere lumpia's gegeten. Er zit munt in, er zit koriander in. Er zit zoveel smaak in die saus. Het is echt mind-blowing. Weet je wat dit is? Nootmuskaatsap. Ik zag het staan. Ik dacht, wow, dat moet ik even proberen. Dus oké, gaat die? Dit is echt zo vies. Gadverdamme. Gewoon heel veel suiker met een klein beetje water erbij. Nou, het zou me echt niks verbazen als het gewoon stroop is. Nou, in tegenstelling tot die nootmuskaatsap hoop ik dat de dumplings wel lekker zijn. Dit zijn de zoete met custard filling. En dit zijn de crystal shrimp dumplings, dus met garnalen. Lol, ik ben echt een food hoarder. Ik heb nog mango en sticky rice meegenomen. En ik heb nog die patties van vanmiddag. Nog al die snacks. Oh wel, heb ik in ieder geval genoeg snacks. Ik ga nu namelijk film kijken met Stefan. Hoe chill is dit? Kijk dat pootje hier ook. Cute.